Hey allemaal, ik ben JJ en op dit moment ben ik 24 weken zwanger van een klein meisje. En in deze vlog gaan we zien hoe het kamertje gaat worden en hoe ik dat ga doen. Ik heb dus besloten dat het tijd is om aan de babykamer te gaan beginnen. Ik zal jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. Eén grote rommel. Ja, ik bedacht dat ik een wandje ging verven. Maar voordat dat kan, moet ik het dus eerst een beetje gaan wegruimen allemaal. Want dit wandje moet geverfd worden en dat staat er allemaal tegenaan. Oké, kleur uitzoeken. Ik denk dat dit wel een beetje een mooie kleur is. Kijk wat ze nog meer hebben. Anders wordt het allemaal een beetje groenig. Dat is het ook niet helemaal. Ik ga deze maar laten liggen. Klussen met kijkers. Wandje is helemaal geverfd. Ik heb de commode staat er al voor. Er liggen al allemaal spulletjes nog op en kleertjes en dingetjes. Die kast moet er boven komen te hangen. En het is al wel wat leger allemaal. Maar er liggen wel wat rommel op de grond. Nou, ondertussen ben ik best wel een eind in de babykamer. Ik zal het wel even laten zien. Kijk. Leuk hè? Hier ben ik dus deze heb ik opgehangen. Dus nog even het simpele matras, hoe heet dat, waskushoesje. Daar komt dadelijk een mooiere voor in de plaats. Maar je hebt er wel twee nodig, want als er eentje ondergeplast wordt, of wat dan ook, dan zit je. Het wiegje. Kijk, die moet ik nog wel even goed bekleden. Ik heb de oude bekleding van Noël erin gedaan, maar daar moet nog wel wat aanpassing aan gedaan worden. Voor de rest ben ik bezig nu dus met de boom opplakken. En dan kan ik wel even een klein stukje laten zien. Kijk, hier komt dus een witte boom. En er zit een soort folie overheen. Ik weet niet of je het kan zien. En die folie die moet je er dan later weer afhalen. Dat is wel een gedoe, want ik scheur nog wel eens een paar blaadjes af. Dus goed. Is niet anders. Verder heb ik dus ook echt de babykast, of de kledingkast al een beetje ingeruimd. Het is echt superveel. Ik heb alles op. Beetje erg, maar ik heb alles dus zeg maar op maat gehangen. En dit is dan, kijk hoor, dit stukje is maat 50. En dan heb ik hier een stukje maat 56 en vast maat 62. Ik heb het allemaal maar een beetje zo op kleur en maat gehangen. En dan, als ze de bepaalde maatjes niet meer past, dan gaat er een deel weer weg. Vandaag heb ik een kleine helper bij me. Dit is Poppie. Ja. En die komt mij even helpen nog met het laatste puntje op de i zetten voor de babykamer. Dan is hij helemaal af. Dus we gaan nu nog even de stoel in elkaar zetten. En dan is het tijd voor het eindshot. Kunnen jullie zien hoe het geworden is? Kom maar. Oh. Schuif maar. Zo. Ik doe het kussen. Klaar. Zo, haar kamertje is echt helemaal af. Hier kan ze gevoed worden. En een klein lampje erboven. Een commode. En zelfs het wiegje is helemaal al af en gedekt. Nou, ik ben nu 25 weken en alles is dus af. Dus ik ben echt heel blij. Op een gegeven moment denk je dan, het moet en het moet nu. Het zal wel een soort van nesteldrang zijn. Maar het is gelukt. Nou, dat was het weer voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik het kamertje in elkaar aan het knutselen was. En kijk volgende keer weer.